Dag beste kijkers, welkom bij We Love Misses. Ik zit hier naast Geraldine, een van de organisatrices van Miss Obasima. Een nieuwe verkiezing voor Ghanese meisjes die in België wonen. Goeiedag Geraldine. Vertel mij eens, hoe ben je erop gekomen om deze verkiezing te organiseren? Dus de persoon die deze verkiezing heeft georganiseerd is Wusua. En zij is een fashion designer. En zij reist eigenlijk overal naar Nederland, naar UK, naar Ghana zelf. Ze doet de London Fashion Week en al die dingen. Dus zij heeft eigenlijk veel dingen gezien overal. En vond dat in haar land waar ze is opgegroeid iets ontbrak voor de Ghanese gemeenschap. We zijn een heel grote gemeenschap. In Antwerpen zelfs een van de derde grootste gemeenschap. Dus ik denk dat de eerste Marokkaan, Turken en dan de Ghanese gemeenschap is in Antwerpen. En dus ze vond dat er iets ontbrak voor vrouwen om sterker op hun voeten te staan. Om andere jongeren te inspireren. En ze wou echt hier iets beginnen. En daarvan Miss Obasima. Oba is een vrouw in het Ghanese taal, Chui. En Sima betekent sterkte. Dus eigenlijk een vrouw die op haar eigen voeten kan staan. Het is natuurlijk de eerste editie nu van deze nieuwe verkiezing. Er horen natuurlijk ook kandidaten bij. Kan je een beetje vertellen wat dat hun traject gaat zijn? Ja, dus we hebben 6 heel sterke kandidaten. We zijn echt trots op elk van hun. Wat wij proberen te doen om een verschil te maken is ervoor te zorgen dat ze... Het gaat niet enkel om winnen, natuurlijk, dat is een heel belangrijk onderdeel, maar we willen ook dat ze er iets van leren. Dus de bedoeling is dat ze 2 keer per maand workshops krijgen. Ze krijgen workshop media training, ze krijgen workshop Vogue, waarbij ze bijvoorbeeld leren hoe ze moeten stappen en ook zelfvertrouwen opbouwen. Ze krijgen ook een workshop hoe ze moeten voorbereiden voor de show. En dan eigenlijk in december en januari laten we hun gerust om eigenlijk hun examens te doen. Voilà. En dat is een heel belangrijk onderdeel bij ons, hun workshops geven, dat ze er iets van uit leren, dat op het einde, als je niet gewonnen hebt, dat je zegt van ik ben er sterker van geworden. Op het einde van het traject zal je natuurlijk 1 meisje overhouden dat de eerste Miss Obasima zal zijn. Kan je al wat toelichten wat dat er eigenlijk van haar verwacht wordt, van jullie nieuwe Miss? Dus van haar verwachten we eigenlijk dat ze 1 jaar lang Obasima representeert. Ze zal de kans krijgen om terug naar haar eigen land te gaan, dus Ghana, om verschillende projecten te kunnen doen. Ze gaat heel veel... We hebben al heel veel contact met media outlets, zeg maar, in Ghana en ook hier in omstreken. Dus we verwachten echt wel dat ze onze naam voor 1 jaar representeert. Dus een meisje dat echt Ghana zal beter leren kennen natuurlijk. Ja. Maar ook de bedoeling is vooral dat zij Ghana in België zal kunnen vertegenwoordigen. Ja. Dat is eigenlijk het hoofddoel. Wat wij willen is eigenlijk dat... andere mensen die niet van Ghanese hebben gehoord of niet veel van weten, dat zij ook kunnen zien van oké, de Ghanese gemeenschap hier in België is sterk. Ze zijn vrouwen die studeren, vrouwen die zich hier integreren. Het moet van beide kanten komen. Dus wij willen de Ghanese zien van hey, kijk, hier zijn wij in België. Maar we willen ook aan België tonen van kijk, dit zijn wij. Nu, bij elke verkiezing hoort er natuurlijk ook een show, een finale show. Kan je wat details prijsgeven? Ja, onze show is 7 april op een vrijdag en meer informatie zal volgen. Wij bedanken je voor dit korte interview en voor de leuke informatie over jouw nieuwe verkiezing. En wij wensen jou natuurlijk en de andere organisatoren natuurlijk heel veel succes met deze nieuwe verkiezing.